Welkom, dames en heren, bij de introductie van ons nieuwe programma, het programma over onze Hoofdstraat. Graag wil ik u in dit eerste deel vertellen over het ontstaan van de Hoofdstraat in Veenendaal. Ik neem u mee in de geschiedenis. In de geschiedenis die begint in de 15e eeuw. In de 15e eeuw, en om precies te zijn in 1473, is het bisschop David van Bourgondië die besluit om een sloot te graven vanaf de Grebbeberg onderaan de stad Rhenen naar de Rhenense veengronden. De Rhenense en, ik moet zeggen, de Gelderse veengronden. En wat beoogt hij met het graven van zo'n mooie sloot? Die sloot die wel 10 kilometer lang is, die is bedoeld om, zeg maar, turf te gaan exploiteren. Turf die zich in die grote vallei bevond en die heel noodzakelijk was voor de industrieën van die tijd. Wat waren die industrieën? Die turf was nodig als brandstof in de 16e eeuw voor de bierbrouwerijen, voor de vele steenbakkerijen, voor de vestingwerken rondom de steden, maar ook voor de zoutziederijen en de zeepziederijen. De hertog van Gelre was de buurman van de bisschop David van Bourgondië. En Hubert van Zuylen en Warmbout, ja, die moesten wel proberen als aannemers die sloot aan te leggen, maar kregen de nadrukkelijke opdracht van de bisschop David van Bourgondië om niet op het grondgebied van de hertog van Gelre, namelijk Karel de Stoute, zijn neef, te komen, want dan zou dat leiden onherroepelijk tot een oorlog. Dat wilde hij voorkomen. Die grift die uiteindelijk gegraven werd, die zou lopen tot, nou ja, laten we zeggen, tot de huidige Zwaaiplein. Vroeger was dat natuurlijk geen plein, maar een soort keerpunt waar de schepen, de aken, vol met turf, zouden kunnen draaien om terug te keren naar de Rijn. Helaas werd de veen, de rij, het bedrijf van de bisschop van Utrecht, een fiasco. Het liep op niets uit. En dat had alles te maken met de oorlog die toch al woedde, zo nu en dan, en vaak vaker tussen het Sticht en Gelderland. Karel V was inmiddels landsheer geworden van alle 17 Nederlandse gewesten en had nu ook de hertog van Gelre onder zijn duim. En het einde van de oorlog was nabij. En waar rust heerst, ook tussen Utrecht en Gelderland, daar is economische ontwikkeling. En zo besloot Karel V om de grondeigenaren, de 56 veengenoten van dat grote gebied, dat veengebied nabij Rhenen, om die een octrooi te verlenen om die turf te gaan exploiteren. En dat is eigenlijk het begin van Veenendaal. De stichting van Veenendaal willen we graag plaatsen in het jaar 1546 en om precies te zijn op 12 maart van dat jaar. Ja, en dan moesten natuurlijk veen geëxploiteerd worden en die 56 veengenoten die gingen daar natuurlijk mee aan de slag, vol enthousiasme. Zij gingen de grift van bisschop David van Bourgondië weer uitdiepen. Zij begonnen die grift weer te gebruiken om de gewonnen turf af te kunnen voeren naar de Rijn. Maar ze hadden natuurlijk turfstekers nodig, heel veel turfstekers nodig. Het was een immens gebied waar tot aan 6 meter diepte is afgegraven aan turf. Het zou de komende 300-400 jaar de brandstof brengen voor bijna heel Europa om nogmaals te gebruiken bij de zoutziederijen, de zeepziederijen, de steenbakkerijen en de bierbrouwerijen. Maar de turfstekers die wilden wel komen, maar hadden één nadrukkelijke wens. Ze waren diep en diep gelovig. We bevinden ons in de 16e eeuw, in de middeleeuwen, aan het einde van de middeleeuwen. De mensen zijn Rooms-katholiek en zij eisten, bij wijze van spreken, een kerkgebouw, een veenkerk, zodat ze in ieder geval ervoor konden zorgen dat ze het heilige oliesel konden ontvangen als ze zouden overlijden of de biecht kon worden afgenomen door een pastoor. In 1558 geeft Philips II dan ook toestemming om een kerk, een veenkerk, te bouwen. Een veenkerk, een octrooi, om die kerk aan de turfstekers te gunnen. En waar moet die kerk dan gebouwd worden? Het hele gebied, het immense veengebied, de Rhenense en Gelderse venen, die bestaan voor een deel uit zandplaten. En op een zandplaat kan gebouwd worden. En zo hebben we de Emminkhuizerberg, een van de zandplaten, en het Grote Veenlo, de plek waar op dit moment de Munnikenhof, de begraafplaats in Veenendaal, is gevestigd, en het Kleine Veenlo.
Uiteindelijk komt dan de kerk te staan op het kleine Veenlo. Er is tevens plek voor een marktplaats, dus het komt allemaal heel mooi uit. Er kan ook economische bedrijvigheid tegenover de kerk worden uitgeoefend. Er komt een koopcontract in 1562, want Elisabeth van Schaik is bereid om haar eigendom, het kleine Veenlo, aan de veengenoten te verkopen. 1 mei 1566, 5 jaar later, is de kerk gereed. En hij wordt ingewijd. Hij wordt ingewijd door bisschop Knijf uit Groningen. Voor de bouw van de kerk was het natuurlijk noodzakelijk dat er bouwmateriaal werd gebracht naar het kleine Veenlo. En dat bouwmateriaal dat moest komen vanaf de Rijn. En u snapt het al. De gift die door bisschop David van Burgondië in 1473 tot 1491 was gegraven, kon nu mooi gebruikt worden om bouwmateriaal naar dat kleine Veenlo, naar die heuvel te brengen. Maar daar moest iets voor verzonnen worden. Want, wat ik u al vertelde, en u kunt het achter mij op het plaatje zien, het kleine Veenlo bevindt zich hierboven, maar de zwaai hier beneden. En dus moest er een verbinding komen tussen het eindpunt van de sloot, de zwaai, en het kleine Veenlo. En dat kleine Veenlo en de zwaai werden met elkaar verbonden door een nieuwe sloot. En een sloot in een veengebied noemen we een wijk. En wat is er dan beter om deze sloot de wijk naar de kerk te noemen? De zogenaamde Kerkenwijk. Met andere woorden, de Kerkenwijk loopt vanaf het huidige Scheepjeshofplein naar de markt. Maar nu heet die de Hoofdstraat. Ik vertel u hoe dat gekomen is. Aan de weerszijde van de Kerkenwijk, van die sloot die wij hier zien, aan de weerszijde van die sloot bevonden zich 2 paden. Aan de kant waar nu zich de Bruna en de Wibra bevindt, was dat de Kerkstraat. En aan de andere kant, aan de kant waar nu de Hema zich bevindt in de Hoofdstraat, daar bevond zich een ander pad en dat noemen we in die tijd de Weverstraat. We gaan eens verder kijken. Want diezelfde Weverstraat en Kerkstraat, beide straten die zeg maar veel neringdoende hadden al in die tijd, die zich daar ontwikkelden, die hadden ongelooflijk veel mensen die bepaalde beroepen uitoefenden. En ik wil u toch even meenemen naar die 16e eeuw, welke mensen van de 2000 inwoners welk beroep uitoefenden. Er waren 10 veenmeijers. Er waren 6 bierbrouwers. 6 bierbrouwerijen. Dat had alles te maken met het feit dat stilstaand water in die tijd niet gedronken kon worden. 6 tappers waren er. 6 kramers, zeg maar winkeliers. 5 kleermakers in dat jonge Veenendaal. Timmerlieden waren er. Schoenmakers en bakkers. Metselaars en smeden, hoedenmakers. En ook nog lakenkooplui. En vervolgens hadden we 2 herbergiers. 2 glazenmakers. Ja, het is een hele opsomming. 2 kuipers en een houtkoper. Er was zelfs een breier al in het Veen. De voorloper van de textielindustrie. Een mandenmaker. Er was een klompenmaker, want klompen waren natuurlijk nodig in die tijd. Van schoenen was geen enkele sprake. Er was een voerman, die zorgde voor het vrachtverkeer. Een vleeshouwer, want vlees werd er natuurlijk al gegeten. En er was 1 molenaar, de molenaar van de oudste molen die zich achter de kerk bevond op de Molenbrug, tegenwoordig nog zo genoemd. En die molen is in de 17e eeuw door storm omgewaaid. Er gebeurt nog veel meer, want die turfstekers die zich daar vestigden in die Kerkenwijk, langs die Kerkenwijk moet ik zeggen, langs die sloot die van zeg maar de zwaai naar het kleine Veenlo, naar de kerk op de markt liep, in die straat gebeurde heel veel. Die straat heeft heel veel niet overleefd. Al die neringdoenden kregen te maken met allerlei rampen. Een van die rampen was de grote inval door de Kroaten die dienden onder het Spaanse leger in 1629. Toen trokken de Spaanse troepen plunderend door het land en kwamen ook in Veenendaal terecht. En ze overvielen Veenendaal. Er ontstond een grote brand, de boel werd in de brand gestoken. 130 huizen en schuren werden door brand verwoest. Het was een rokende puinhoop toen de Spaanse troepen, met diezelfde Kroaten Veenendaal verlieten. Half Veenendaal was verwoest. En zo'n 30, 40 jaar later, in 1667,
ontstond er opnieuw een grote brand in Veenendaal. De boer was net weer een beetje opgebouwd en toen vierde men op de markt het feest dat Michiel Avianzoon de Ruiter in zijn tocht naar Shetland de Engelse vloot had verslagen. En er werd een groot vuur, een vreugdevuur ontwikkeld op de markt en de sterke wind in die tijd blies de vlammen door de toenmalige Kerkstraat en heel Veenendaal stond wederom in brand. De Kerkstraat en de Weverstraat hebben maar enkele jaren na de inval van de Spaanse troepen overleefd. Alles moest weer opnieuw opgebouwd worden. En diezelfde straat, die we nu de Hoofdstraat noemen, maar die toen nog een sloot was, de Kerkenwijk, die leverde problemen op. Veenendaal ontwikkelde zich in de economie en in de 19e eeuw, toen kwam er steeds meer achter dat vanuit de Betuwe naar de Veluwe Veenendaal een soort doortocht bood. En de mensen die daar moesten hun goederen vervoeren vanuit de Betuwe en naar de Veluwe en vice versa, die kwamen één obstakel tegen. Een obstakel dat werd genoemd de Kerkenwijk. Een sloot tussen het Ingense Veer en de Klomp. En die Kerkstraat en die Weverstraat die langs die sloot lagen waren veel te nauw en veel te smal om een doorvoer te garanderen van allerlei producten tussen diezelfde Betuwe en die Veluwe. En er moest dus een oplossing komen. En deze sloot, die Kerkenwijk die u hier ziet, vanaf het Zwaaiplein naar de kerk, diezelfde sloot die zou gedempt worden. En we schrijven dan het jaar 1845. In 1550 is die sloot gegraven om die kerk te bouwen op het Kleine Veenlo. En in 1845 dan zal de sloot, de Kerkenwijk, de sloot naar de kerk gedempt worden. En dan ontstaat er een hele brede straat. Ik wil u daar graag in het volgende deel over vertellen. En in dat boek, Onze Hoofdstraat, daar staan al die verhalen in opgetekend. En in dat boek neem ik u mee in de geschiedenis van Veenendaal. Het boek is nog steeds te koop, dus wilt u het nog hebben, dan kunt u bij Albert van Kooten, de boekhandel in de Zandstraat, het boek nog verkrijgen. Het zal niet te lang meer duren, maar dan is het uitverkocht. Onze Hoofdstraat, ik neem u in deel 3, straks in deel 2 mee, naar de demping van de Hoofdstraat in 1845.